Ja, niet iedereen heeft geld om op vakantie te gaan. En als je dat dan niet hebt, dan heb je niet heel veel mogelijkheden om er toch een paar dagen tussenuit te gaan. Nou, gelukkig is er in Almere de Buurtcamping. Die wil een paar leuke dagen organiseren voor de, nou ja, toch wat minder bedeelden in de stad. Verslaggever Tiffany Fraza, die is daar. Tiffany, heb jij je tentje misschien ook al opgezet? Nou, ik heb geen tentje bij me helaas, want anders had het me ontzettend gezellig geleken hier. Alles hangt ondertussen al. Ik zie een aantal... Oh, je hebt een tent voor me. Nou, dat is nog veel leuker. En ik werd net al uitgenodigd voor de bingo hier door de kleine Liam die hier naast me staat. Dat klopt, hè? De bingo, daar heb jij zin in, hè? Ja. Oké, nou hartstikke leuk. Als ik hier een beetje om me heen kijk, dan wil je volgens mij ook echt wel staan. Want ik zie klamboes zijn opgehangen. Ik zie al wat dranken zie ik klaarstaan. Ja, een biertje drinken hier op de camping. Nou, dat lijkt me op zich wel lekker. Kees, kan dat zomaar? Helaas, dat gaat niet door. Het is allemaal alcoholvrij. Allemaal 0.0. Oké, want jij bent onderdeel van de organisatie, Kees. Waarom is daarvoor gekozen? Omdat er vorig jaar best wel wat problemen zijn geweest met alcohol. En hebben we dit jaar heel bewust voor gekozen om te zeggen van geen alcohol op de camping. Net zoals roken, ook geen roken op de camping. Totaal niet. Wat ontzettend vernieuwend. Ja, dat moet ook. Je moet meegaan met de tijd, hè? Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jullie zometeen wel even lekker een colaatje drinken dan, want jullie zijn druk zat. Marcella, jij bent hier de hele dag al bezig, samen met Liam die je hier bij je hebt staan. Hoe gaat het met je? Ik ben moe. En verder gaat het wel goed. Ja. Druk bij. Wat moet er nog gebeuren? Alles. Alle tenten moeten nog opgezet worden, alles moet nog ingericht worden. Dus we zijn nog heel druk bezig. Want alle tenten moeten nog opgezet worden. Ik neem toch aan dat als ik mijn tentje meeneem, dat ik dat lekker zelf mag gaan doen, of niet? Ja, dat klopt. Maar er zijn ook mensen die geen tenten hebben en die zetten wij voor ze op. En wij zorgen dat ze zo instapklaar zijn, dat ze alleen nog maar uit hoeven te pakken en kunnen relaxen. Ja. Wat krijgen mensen dan nog meer? Luchtbedjes voor in de tent? Vertel, wat krijg je hier als je vanmiddag hier naartoe komt? Je krijgt een slaapzak en een luchtbedje en een tentje. En je krijgt lekker consumptiebonnen om te eten en te drinken. Ja. En je kan vanavond lekker een warme maaltijd mee eten. We hebben 2 dagen ontbijt, morgen barbecue nog. Dus en er is genoeg te doen hier. Ja. Waarom doen jullie dit? Omdat wij de sociale cohesie in de wijken willen versterken. En het gevoel van veiligheid dus daar ook willen versterken. Want ja, weet je, de meeste mensen kennen hun buren tegenwoordig niet eens meer. En zo leer je toch sneller je buren kennen. En het is dus een buurtcamping voor de minder bedeelden. Mensen die eigenlijk geen geld hebben om op vakantie te gaan. Ja, een heel gekke vraag misschien eigenlijk. Maar kunnen jullie er zelf daar ook in verplaatsen? Jazeker. Ja, ik zit zelf in de schuldsanering, dus ik weet wat het is om niet op vakantie te kunnen. Ja. En ja, dat is toch mooi dat je dan 3 dagen in eigen stad gewoon lekker kan kamperen. Ja. Voor heel weinig. Dus omdat je je kunt verplaatsen in de mensen die het minder goed hebben, omdat je het eigenlijk zelf ook hebt, zet je deze buurtcamping op. Help je opzetten eigenlijk. Ja, klopt. Hoe is het dan? Wanneer ben je nou voor het laatst op vakantie geweest? Oh, dat is heel lang geleden. Dat is echt al iets van 8 jaar geleden of zo. Nee. Niet? Wat zeg jij nou? We gaan nog wel eens dagjes weg, hè? Ja. Ja, jullie gaan wel eens dagjes weg. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En hier op de camping, wat voor gevoel hebben jullie nou als jullie hier op de camping staan? Ja, gewoon rust en gezelligheid. Gezelligheid vind ik het belangrijkste. Ja. Zoals het eigenlijk inderdaad ook hoort op een camping. De gezelligheid met de buren. Alleen de buren die wonen dan normaal ook dichter bij je. Ja, of in een andere wijk. Want dat ga je nu ook krijgen. Je leert buren kennen uit de andere wijken. Ja. En weet je, je sluit nieuwe vriendschappen en wie weet wat er nog uit voortvloeit. Ja. Nou, klinkt hartstikke mooi. De buurtcamping in Almere dus. Dit weekend, 48 uur lang hoorde ik net. Ja, je kunt je nog aanmelden. Wel even melden bij de receptie, want ze zijn natuurlijk wel gewoon verantwoordelijk voor je. Goed zo. Tiffany, dankjewel.